Dank u, voorzitter. Ik sloot het vorige onderwerp af met Tiel is nog altijd financieel redelijk gezond. Maar door de keuzes uit het verleden is er weinig tot geen geld meer voor extra wensen. We investeren in de toekomst van Tiel door het bouwen van poorten. Maar bouwen we ook poorten als bescherming en toekomst voor de kwetsbaren? De ChristenUnie vindt dat het voor het sociaal domein goed is om na te denken over investeringen die over jaren zinvol blijven. We merken niet echt een vergezicht op wat er op ons afkomt. De ChristenUnie wil graag dingen voor zijn en kijken wat er in andere gemeenten is. Oftewel, wat zijn de toekomstperspectieven? We merken bij diverse dossiers op het sociaal domein stroperigheid en vertraging. We maken ons zorgen of de wethouder wel voldoende grip en zicht heeft. Voorbeelden zijn veilig thuis, schuldhulpverlening, mantelzorg en armoedebeleid. Want, I see you, mensen met financiële tekorten. I see you, mantelzorger. I see you, chronisch zieken en gehandicapten. Ik zei het vorig jaar al, het sociaal domein moet echt geprikkeld worden om qua inkoop en beleid innovatiever te worden. We zijn ook benieuwd hoe de samenwerking met zorgverzekeraars zich ontwikkelt. In de voortgangsrapportage staat dat het aantal inwoners dat een beroep doet op de meerkostenregeling ver achterblijft op de raming daarvan. Verwachting is dat een groot deel van het beschikbare budget niet expliciet aan de beoogde doelgroep uitgegeven gaat worden. Terwijl wij eerder notabene tegen een tekort aanliepen ten opzichte van de wensen rond de verordening tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. De evaluatie van de uitvoering van 2015 zal midden dit jaar plaats gaan vinden. De ChristenUnie probeert mee te denken en komt daarom met de motie geluksbudget om zo geluksgericht te gaan werken voor chronisch zieken en gehandicapten. Er zijn veel succesverhalen van geluksgericht werken. Het doel is om mensen die zich eenzaam voelen, gezondheidsproblemen hebben en weinig financiële armslag door een kleine stimulans, een geluksbudget, weer plezier te laten hebben en daardoor meer contact met hun omgeving. Laura Wijs heeft zich met promotieonderzoek aan de Universiteit Twente gericht op het effect van geluksgericht werken op het welbevinden en de zorgconsumptie. Het vooronderzoek blijkt veelbelovend. De zorgkosten daalden met 23%, terwijl het welbevinden van de mensen met 40% was toegenomen. De grondlegger van deze methode, de heer Noordkamp, constateerde: er werd puur naar het medische gekeken en maar weinig naar wat zoiets met je leven doet. Maar ik dacht, dat is veel belangrijker, het gevoel van eigenwaarde, hoe je je leven verder inricht. Veel chronisch zieken komen in een isolement terecht, waardoor ze meer medicijnen gaan gebruiken en meer therapieën volgen, zegt Noordkamp. Met een bedrag van 450 tot 500 euro, het geluksbudget, kunnen mensen hun passie gaan volgen. Het gaat om de bewustwording. Ze gaan anders naar dingen kijken en blijven niet in de sleur hangen. En nu is onder andere gezien dat het aantal bezoeken van de maatschappelijk werker is afgenomen. Animo is er vaak wel bij gemeenten, maar het geldt niet altijd, zoals in Woerden. Daar heeft de wethouder de plaatselijke Rotary gestrikt voor het projectleiderschap. Arcon, een onderzoeks- en adviesbureau voor het sociaal domein, helpt hen bij de fondswerving en de verdere implementatie. De gemeente Hellendoorn stelde 10.000 euro ter beschikking aan de lokale welzijnsorganisatie voor een geluksbeleid. En in Oldenzaal drijft de geluksroute zowel financieel als organisatorisch op de woningbouwcorporatie. Advies van Arcon is dan ook: begin klein en stel een gemotiveerde projectleider aan en maak gebruik van de ervaringen van anderen. I see you, werkzoekende. Wat geldt voor chronisch zieken en gehandicapten, geldt eigenlijk ook voor veel mensen in de bijstand. We zeiden het al eerder: ken de klant in de kaartenbak, dus niet alleen bij de poort. Daarom geven wij als toekomstperspectief mee een bijstand die mensen bijstaat. Versterk de rechten van bijstandsontvangers. Liever een persoonlijk actieplan, een maatschappelijke inspanning in plaats van tegenprestatie. Want organisaties lopen nu al veel tegen ongemotiveerde vrijwilligers aan. Hecht veel gewicht aan de wensen en ideeën van de persoon zelf. Dan is het stimulerend en activerend. En een goed voorbeeld is het succes van dynamiek en pracht en kracht. Mevrouw Stoet, houdt u de tijd een beetje in de gaten, want we zitten nu op 5 minuten. Ga hard.
De ChristenUnie vindt het dan ook kwalijk dat Werkzaak tot nu toe geen dienst heeft ingekocht bij Dynamiek, terwijl de begroting bij Werkzaak weer omhoog gaat. I see you, inwoner van Waddenooyen. Het zal u niet verbazen dat wij na poging 1 bij de perspectievennota 2015 en poging 2 bij de begrotingsraad 2015 nu weer met een amendement en een poging doen voor anderhalf kunstgrasveld voor VV Waddenooyen. Een verdere toelichting lijkt me dan ook overbodig. Verder dienen wij een aantal amendementen en moties mee in, waarvan ik in eerste termijn gezien de tijd de motivatie aan de indieners laat. Nog even een vraag. Er komt een vervangingsvoorstel fietsenstalling binnenstad aan. Is daarbij gedacht aan fietsenstalling in leegstaande winkelpanden? Last but not least wil ik nog even zeggen dat we blij zijn dat het verbod van gebruik van gif op straat per 31 maart jongstleden is ingegaan. De ChristenUnie wil in Tiel, fruitstad aan de Waal, verbonden blijven met God, die zichzelf ook wel vergelijkt met de stam van een druivenplant. Wij zijn de takken en moeten vrucht dragen, zorgen voor zijn schepping en veel goede dingen doen.